Daarvan de eerste 16 versen. En boven dit gedeelte staat geschreven arbeiders in de wijngaard. En dat is ook gelijk de titel van de preek. Arbeiders of werkers in de wijngaard. En we willen dit bijbelgedeelte willen we bijbelverklarend behandelen. Dat betekent dat we onze vinger bij de tekst kunnen houden. En als het ware door de tekst heen kunnen wandelen straks. Tijdens de preek. En ik heb deze preek opgedeeld in twee gedeeltes. De eerste is arbeiders gezocht. En de tweede is beloning naar genade. Dus het eerste gedeelte is arbeiders gezocht. En de tweede is beloning naar genade. Matteüs 20, we lezen vanaf vers 1. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes die 's morgens vroeger op uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen de wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat ook u uit naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan. En hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. En hij zei tegen hen, gaat ook u naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billig is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen de rentmeester, roep de arbeiders en geef hen het loon. En toen ze kwamen, die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer zouden ontvangen. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes. En zeiden, deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem, die het laatste kwam, hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Tot zover het bijbelgedeelte. Zoals gezegd, de titel van de preek, arbeiders in de wijngaard. En het eerste gedeelte gaat over arbeiders gezocht. En we zullen wel zien gaandeweg, als we deze preek behandelen, dat er meerdere lagen in zitten. Dat het hier gaat over meerdere dingen die de Heer Jezus in deze gelijkenis naar voren brengt. En ik hoop ook dat als we er doorheen gaan, dat we er een helder beeld op krijgen. Maar de Heer Jezus, hij schildert hier een alledaags beeld. Het zou zelden zijn als de Heer Jezus hier zou vertellen, er was eens een eigenaar van een IJsselmeerschip, een IJsselmeerkotter, die uitvoer om vis te gaan vangen. En zo beeld het vertelde de Heer Jezus een verhaal. Dat was heel herkenbaar. En dat verhaal had als doel om iets te vertellen over het komende koninkrijk. Maar als we ons bijbelgedeelte beginnen, dan zien we dat die eigenlijk niet los is te koppelen van het voorgaande gedeelte. En soms vraag je af, hoe komen ze tot die hoofdstukindelingen? Want het is hoofdstuk 20 vers 1 en het begint met het woordje want. De meeste hoofdstukken beginnen niet met een want, want dat slaat op het voorgaande. Maar dit hoofdstuk begint met het woordje want. En het gaat eigenlijk in op het voorgaande gedeelte, het voorgaande hoofdstuk. En in dat voorgaande hoofdstuk dan lezen we van iemand die vraagt, een rijke man, die vraagt aan de Heer Jezus, wat heb ik nodig om het eeuwige leven te berven? En hij heeft zich aan alles gehouden, hij heeft zich aan de wetten gehouden. Hij heeft alles gedaan wat hem opgedragen was. En dan zegt de Heer Jezus, ga, verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. Volg mij. En je zult het eeuwige leven berven. En dan gaat deze rijke jonge man, die gaat weg.
Er staat bij dat hij bedroefd was. De Heer Jezus zegt dan deze woorden. Het is eenvoudiger. Dat de kameel door het oog van de naald gaat. Dan dat een rijke tot geloof komt. En dan de discipelen stellen daar vragen over. En Petrus stelt een van deze vragen. Die zegt, zie. Meester, wij hebben alles verlaten. En we zijn u gevolgd. Wat zal ons deel dan zijn? En zegt de Heer Jezus. Al wie huizen, broeders, zusters, vader, moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben. Die zal het honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. En dan doet de Heer Jezus deze opvallende uitspraak. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. En dan komen we bij ons Bijbelgedeelte waar wij beginnen. Want het is een verklaring als het ware van dat voorgaande wat de Heer Jezus gezegd heeft. Dan begint die gelijkenis. En deze gelijkenis heeft een doel. Het heeft een betekenis. Het heeft een diepe waarheid. En het geeft uitleg over de dingen die niet van deze wereld en van deze tijd zijn. De Heer Jezus, hij gebruikt het meermalen. We kennen de Bijbel, als het goed is, deels. Grotendeels. En de Heer Jezus sprak vaker in gelijkenissen. We kennen de gelijkenissen van de brede en de smalle poort. We kennen de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. De zaaier, het onkruid in de akker. Het mosterdzaad, het zuurdeeg. Schat die verborgen is. De koninklijke bruiloft. De 5 wijze en de 5 dwaze maagden. De talenten. En al deze beelden die de Heer Jezus sprak, die hadden wat te maken met het komende koninkrijk. Daarin probeerde de Heer Jezus iets te vertellen van datgene wat komen zou. En in deze gelijkenissen worden de geheimenissen geopenbaard, zodat we het kunnen verstaan en begrijpen. En de gelijkenissen zijn in die zin geen morele verhalen. Ik sprak vorige week iemand op het werk en die zei, ja goed, de Bijbel leert heel veel morale dingen. Ja, klopt, er zijn ook veel morale dingen. Maar dat is niet het primaire doel. Het primaire doel is om te delen van het komende koninkrijk. Een beeld van het aanstaande koninkrijk. En de Heer Jezus, hij spreekt over het koninkrijk der hemelen. En dat is iets anders dan het koninkrijk zoals we het hier nu, deze bestaande koninkrijk. En een koninkrijk waar de Heer regeert, waar hij zeggenschap heeft. Een koninkrijk waar hij waarlijk wordt aanbeden. Een komende tijd, een tijd van vreugde, een tijd van overvloedige vreugde, een tijd waarin hij gediend wordt, een tijd waarin de volkomen eenheid met Jezus Christus ten volle tot uiting zou komen en waar hij heerst. En de Heer Jezus begon zijn bediening ook met deze woorden, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was op het moment dat de Heer Jezus zelf neerdaalde. Dat hij geboren werd als mens. En dat daarmee een tijd is ingezet dat het koninkrijk aanstaande was. En tegelijkertijd is het ook een afgeschermd koninkrijk. We weten dat ook niet allen het koninkrijk zullen beërven. Het is zelfs dat de Heer Jezus zegt in Matthäus 7. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van de Vader, die in de hemel is. En de Heer Jezus, hij vertelt dus deze gelijkenis. En hij zegt, het koninkrijk der hemelen, dat is als een heer des huizes. En hier zien we spreekwoordelijk dat de Heer Jezus, als het ware, een woord gebruikt. En uitleg probeert te geven in iets van een menselijke vorm. Het koninkrijk der hemelen, het correspondeert met. Het koninkrijk der hemelen, dat komt overeen met. Of het koninkrijk der hemelen is te vergelijken met of te verklaren door. En met een beeldspraak probeert de Heer Jezus hiermee een helder beeld te geven van het komende koninkrijk. En we zien dat sommige dingen ook verklaard worden in de Bijbel door de profeten. En dingen die ze eigenlijk niet konden uitspreken. We zien de profeten dat ze zeggen, ik zag iets in de vorm van een mens. Iets met ogen van een mens. Iets met vleugels van engelen. Zo wordt omschrijvend
uitgebeeld van datgene wat hij zag. De Heer Jezus, hij was degene die het allerbeste een beeld kon geven van datgene wat het komende koninkrijk zou zijn. En in die Heer des Huizes, daar zien we de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de meester van het huis. Hij heeft de leiding over het huis. En hij heeft de leiding niet alleen over het huis, maar als we de gelijkenis lezen, zien we dat er ook een wijngaard aan vastzit. Een grote wijngaard waar gewerkt moet worden. En de eigenaar van het huis en van de wijngaard, dat is God zelf. En deze wijngaard heeft een bijzondere zorg van hem. Deze landheer, hij heeft een bijzondere zorg voor deze wijngaard. Dat zullen we ook zien in deze gelijkenis. En 's morgens vroeg ging hij erop uit om arbeiders voor de wijngaard in te huren. En dat betekent voor het aanbreken van de morgen. En het is goed om te weten dat in Israël de werkdagen die liepen van 's morgens 6 uur tot 's avonds 6 uur. Dus als het 's morgens 6 uur was, dan betekende dat het eerste uur. Maar deze landman staat nog eerder op dan het eerste uur om vroeg erop uit te gaan en naar de plek toe te gaan om werkers te zoeken. En ook dit was geen ongewoon beeld. Er was een bekend beeld dat landheren uitgingen om arbeiders in te huren. Want die wijngardenier had vaak niet voldoende personeel om al het werk te moeten doen. Wat er gedaan moest worden. En in het bijzonder als er periodes waren. Er waren bepaalde periodes. Als je bijvoorbeeld de periode van het oogsten had. Dan moest er in hoog tempo geoogst worden. Anders zou het regenseizoen komen en dan zou er een deel verloren gaan. En een arbeider of een landeigenaar die had nooit genoeg arbeiders om al dit werk ineens te kunnen doen. Dus moest hij mensen in gaan huren. Om voor hem te gaan werken. En die brengt ook gelijk in de eerste toepassing. Want Christus gaat ook vandaag uit om te zoeken. Ook vandaag gaat hij uit om in te huren. Om mensen in te huren om te werken in zijn wijngaard. En ook vandaag, vanmorgen, komt door het woord oproep aan ons ieder hart. Van Christus. En allen worden geroepen. En allen die geroepen worden, worden uitgezonden in zijn wijngaard om werk te doen. En dan zien we vers 2. Nadat hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen de wijngaard in. We zien dat deze landheer was uitgegaan, had gezocht en had inderdaad ook werkers gevonden. Ze stonden 's morgens vroeg al te wachten op een bepaalde plek om aangenomen te worden voor een dag te werken. En we zien hier in deze tekst dat de landheer zelf de conditie stelt. Hij stelt de voorwaarden. Hij zelf maakt de afspraak met hen om te werken voor die ene penning. En deze ene penning die stond voor een dagloon, een dagsalaris. En het is opvallend als we dit gedeelte in zijn geheel lezen, dat alleen met al deze eerste groepen een afspraak wordt gemaakt. Alleen met deze eerste werkers wordt een afspraak gemaakt, wordt als het ware een contract gesloten, wordt een overeenkomst gemaakt van als jullie werken, jullie mogen werken voor deze ene penning. En dan lezen we dat de landman opnieuw uitgaat. Het 9e uur. Of het 3e uur, het is om 9 uur 's morgens. Opnieuw gaat hij de markt op. En de werkdag die was inmiddels al een paar uur gaande. En hij gaat naar de markt toe. En de markt, dat was een verzamelplek. Een plaats van samenkomst, een plaats waar men bijeenkwam. Een plaats waar ook het publiek bijeenkwam vaak. En waar ook vaak debatten gevoerd werden. Er was een plaats waar gekocht werd, het was een plaats van verkoop, het was een plaats van handel. Dus het was daar altijd een drukke bedoeling. Het was open en toegankelijk voor een ieder. En er werd ook veel gediscussieerd onderling, ook over geloofszaken. En we zien als we het boek Handelingen lezen, dan Handelingen 17, vers 17, dan gaat Paulus naar Athene toe en dan gaat daar openlijk in debat. En ook dat debat gebeurt op de plaats van de markt. Daar gaat hij openlijk in gesprek. Maar ook als hij zonder werk zat en je had die dag werk nodig, kon je naar die markt toe gaan om daar ingehuurd te worden door een werkgever. En ook hierin ligt de toepassing.
Ook wij worden opgeroepen te gaan naar de markt. De plek waar we Christus mogen ontmoeten. De plek waar hij naartoe gaat om werkers te roepen en te zoeken. Misschien vraag je wel af, waar is dat dan? Waar is dan die plek waar de Heer Jezus ons roept en waar hij ons zoekt? Nou, dat kan thuis zijn. Met de geopende Bijbel. Dat kan thuis zijn op de knieën. Als we hem zoeken, als we het van hem verwachten. Het kan zijn in de gemeente op het moment dat het woord gepredikt wordt. Dat het tot onze harten komt en dat de Heer ons roept om iets te doen in zijn koninkrijk en voor zijn koninkrijk. En dan zien we dat deze landman ook tegen hen zegt, gaat ook u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. De roep van de landman is een effectieve roep. Ik geloof als de landman u roept, als Christus u roept om iets te doen binnen zijn koninkrijk, dat deze roeping een effectieve roeping is. Hier lezen we ook, en zij gingen. En hier merken we op dat er geen vaste afspraak wordt gemaakt met deze werknemers, maar ze gingen. En wat betekent dat? Dat heeft ons iets te zeggen. Dat betekent dat zij vertrouwden op deze landman. Ze vertrouwden erop dat het loon, het salaris wat hij zou geven, dat dat inderdaad ook billig zou zijn. Ze gingen ervan uit dat datgene wat hij bood, dat het juist zou zijn en dat het terecht zou zijn. En zonder te weten wat ze zouden ontvangen voor die dag werken, gingen ze op weg. Ze stelden verder geen vragen en er werd verder niet onderhandeld. Dan lezen we, toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur. Nou, het zesde uur, dat is om 12 uur. De zon zat in het heetst van de dag, het midden van de dag. 12 uur. Opnieuw gaat hij uit. En om 3 uur 's middags. En dit spreekt van genade. Opnieuw gaat deze landman uit. Opnieuw zoekt hij mensen voor zijn wijngaard. Opnieuw gaat hij naar de markt. Opnieuw ziet hij daar mensen staan die werkloos zijn. Die nog geen werk hebben gevonden om zodoende inkomsten te kunnen creëren om te kunnen leven. En opnieuw belooft hij deze werknemers een rechtvaardig loon. En opnieuw vertrouwen deze mannen, deze vrouwen misschien wel, die vertrouwen op hetgene wat deze landman geboden heeft. Zonder te vragen, gaan ook zij naar de wijngaard toe. En dan zien we dat de dag begint te eindigen. De laatste keer. En toen hij omstreeks het 11e uur erop uitging. Het 11e uur. Inmiddels is de dag gevorderd. Het begon 's morgens om 6 uur en eindigt om 6 uur. En deze landman, hij gaat nog uit 's avonds om 5 uur. De dag begint te eindigen. En dit is ook de laatste keer dat deze landman uitgaat. De laatste keer dat hij nog zoekt om mannen die, en vrouwen die kunnen werken in die wijngaard. En dit, broeders en zusters, spreekt van een overvloedige genade. Telkens gaat deze landman uit. Telkens opnieuw, totdat die dag voorbij is. Nog 1 uur. Dan zou die dag voorbij zijn. En weet u wat dit ook betekent? Het betekent, er is zo ontzettend veel werk te doen in deze wijngaard, dat zelfs op het laatste uur deze landman uitgaat om te zoeken, om te vinden mensen die in zijn wijngaard willen werken. Anders had hij niet opnieuw heen gegaan. En had het overvloedig, of had het niet nodig geweest. Maar wat een genadige landheer. En ik geloof ook dat deze mensen die hier stonden, dat ze misschien wel wanhopig geweest zijn. Want ook zij hadden inkomsten nodig voor die dag om te kunnen leven. En inmiddels was het 5e uur geweest. En ze hebben misschien rijkhalsend uitstaan kijken of er iemand zou zijn die hun nog voor het laatste uur zou kunnen inhuren. Maar eigenlijk wisten ze ook wel, er is niemand. Niemand, geen enkele baas die nog op dit tijdstip iemand zou gaan inhuren. Ze hadden hun laatste hoop. En dan zien we, de landman zoekt. En dan staat in onze tekst, en hij vond weer anderen werkloos. Zie je?
deze landman hij zoekt. Zijn ogen gaan uit en ze zoeken om mensen te vinden die werkzaam willen zijn in het koninkrijk van hem. En hij vond. En wie zou nog naar deze mannen omzien? En deze landman was ook bijzonder. Hij huurde ze in alsof het nog lang geen avond was. Hij huurde ze in het einde van de dag. Maar hij huurde ze in alsof het gewoon nog overdag was. En mogelijk dat deze mannen die er stonden, degenen die er stonden, onderbegaafd waren. Dat ze niet bekwaam waren tot dingen en dat ze moeilijk werk konden vinden. Het kan ook zijn dat deze mannen misschien een verkeerde ploegbaas gehad hebben. En dat ze uiteindelijk weggestuurd zijn. Of dat ze niet goed hun werk gedaan hebben. Het kan zijn dat ze vanwege hun rijkdom misschien wel gedacht hebben, ik kan wel rondkomen van datgene wat ik heb. Maar uiteindelijk beseften ook zij dat ze moesten gaan naar de plek om inkomsten te verdienen. Om iets te hebben om deze dag te kunnen leven. En wat zal het een vreugde geweest zijn voor deze man. Dat deze ploegbas kwam. En dat hij vroeg, wat zijn jullie aan het doen? Waarom staan jullie hier werkloos? Waarom doen jullie hier niks? Niemand heeft ons ingehuurd. Ik heb nog mensen nodig. Kom maar. En ik geloof dat als we dit zouden vertalen naar het beeld, dat deze mannen met alle blijdschap voorwaarts gegaan zijn. En dat ze zich gehaast hebben om te kunnen gaan werken in deze wijngaard. Ik geloof dat ze met volle energie hebben gewerkt voor deze baas. Dit moet wel een goede baas zijn. En dat ze alles op alles gezet hebben om voor deze landman te gaan werken. Wat een vreugde is het om te werken voor deze landman. Wat een vreugde is het te werken voor zo'n goede baas. Tegelijkertijd, er komt een laatste keer dat hij uitgaat. De dag begint te eindigen. En nog is het tijd. Als we onder Gods woord zijn, dan bevinden we ons op die geestelijke markt. En misschien horen we om ons heen wel, als we over die markt heen lopen, de geestelijke debatten. Over zaken die misschien aan de buitenkant liggen. We horen de marktkoopmannen roepen, koop hier uw waar. En we zien er ook een groep mannen staan en vrouwen staan, die als het ware verlangend uitzien. Verlangend uitzien om te mogen werken in zijn koninkrijk. En de vraag is, ben jij dat? Bent u dat? Bevindt u zich op die geestelijke markt om te zeggen, Heere, neem mijn leven. Laat het, Heer. Toegewijd zijn tot uw eer. Neem mijn uren. Neem mijn tijd. Maak u tot het dienst bereid. Neem mijn goud. Neem mijn zilver. Neem mijn huis. Neem alles wat ik heb en gebruik het voor uw koninkrijk. Misschien denk je wel in je hart, dat werken hoeft niet per se. Anderen moeten dat werk maar doen. Maar ik blijf hier wel zitten. Ik dien gewoon de Heer zoals ik hier zit. Valt het je niet op dat iedereen geroepen wordt? Als we deze gelijkenis lezen, ieder wordt geroepen. Iedereen heeft een taak in het koninkrijk van de Heer. Christus zoekt naar arbeiders. Er is zoveel werk te doen, broeders en zusters. Er is zoveel arbeid te doen. Er is voor ieder een taak in het koninkrijk van de Heer. En Christus zoekt arbeiders. Er moet gespit worden. Er moet bewaterd worden. Er moet geoogst worden. Er moet geploegd worden. Stenen moeten worden weggedragen. Er moet geplant worden. En voor ieder is een taak om te doen binnen het koninkrijk van de Heer. De Heer Jezus, hij zegt zelf in die gelijkenis, na die gelijkenis van de oogst. De oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Dan zien we een landman. Hij ziet uit over een land vol met koren. En het koren is, het is zwaar van de vrucht. En dan zien we in dat beeld, als het ware, enkele werkers. Die druk bezig zijn om de oogst binnen te halen.
Echter, we zien tegelijk, als we goed kijken en we zien hoe ver de dag gevorderd is, dat er als het ware te weinig arbeiders zijn om al dit koren binnen te halen. En vanmorgen de oproep aan ieder van ons. Hoe zetten wij ons in het koninkrijk van de Heer? En we hoeven niet allemaal predikant te worden. We hoeven echt niet allemaal evangelist te worden. Maar doe iets. Jij kunt bidden voor je buurvrouw, je buurman. Je kan bidden voor een vader of moeder. Je kan op het werk delen. Iedereen heeft een taak. Jij kan aan boord iets delen over het rijk evangelie. Jij kunt op het werk iets delen van het evangelie. Laten we niet zwijgen. Laten we ons niet schamen voor het evangelie. Want het is een kracht van God tot behoud voor ieder die het gelooft. En zijn wij bewogen met de mensen die dreigen verloren te gaan? Zijn wij werkelijk bewogen met degenen die dreigen te vallen? Hebben we wel eens een traan gelaten? Vanwege het feit dat we weten dat er iemand ongelovig is en we zijn leven gewoon doorgaat op deze aarde zonder dat hij zich bekeert. Als we dat niet voelen, dat we op de knieën gaan. Heere, schenkt u mij de ogen van Jezus. Schenkt u mij het hart van Christus. Opdat ik mag zien de nood van deze wereld. Opdat ik mag bidden voor hen. En misschien legt er wel een taak voor u weg om op de knieën te gaan. Om voortdurend in gebed te zijn. Om te bidden voor evangelisten die uitgaan om het woord te verkondigen. Maar ieder heeft een taak binnen het koninkrijk van de Heer. Alle mogen we ons inzetten. En dan zien we dat deze dag eindigt. En het was avond geworden. De werkdag is afgelopen. En de nacht begint in te vallen. En misschien vraag je je eigenlijk wel af tijdens deze preek van wat is nou eigenlijk deze dag? Het gaat slechts om één dag. En we zien ook dat er een einde komt aan deze dag. En dat betekent dat de bezuin zal klinken. Het betekent dat er een einde komt. En deze dag die staat onder andere voor de aardse tijd. De tijd hier op deze aarde. En deze tijd staat ook voor ons leven. Dat op alle leeftijden de Heer Jezus roept. Ook voor ons leven. Zalig zijn de jonge kinderen. Die op jonge leeftijd een knie gebogen hebben voor deze heiland en meester. Zalig zijn zij die misschien op jonge leeftijd onderwezen zijn door hun vader en moeder. Gewezen zijn op de vergeving die te vinden is in de Heer Jezus. En die op jonge leeftijd misschien wel in de stilte hun knieën gebogen hebben. En gezegd hebben, Heere, wilt u mijn leven gebruiken tot dienst van u. Zalig zijn die jonge kinderen. Zalig zijn zij. Zalig zijn ook zij die op latere leeftijd tot geloof gekomen zijn. En ontdekt hebben wat de kracht van het bloed van het lam was. En die tot ontdekking zijn gekomen dat ze ook voor hem mogen arbeiden. In zijn koninkrijk. Zij zijn ook gelukkig te prijzen. Omdat de jaren die volgen toegewijd mogen worden aan deze koning der koningen. Gelukkig. Zalig zijn ook zij. Die misschien wel op 70, misschien wel op 80 jaar, misschien wel op 90 jaar. Tot geloof zijn gekomen. En de rest, misschien dat kleine spaarzame kleine stukje. Nog mogen arbeiden in de wijngaard van deze koning der koningen. Broeders en zusters, er is een gegronde hoop. We hebben hoop in Christus. Ook nu. Ga op zoek, ga naar deze markt. Open uw Bijbel en lees de Bijbel en zoek wat wij met ons leven kunnen doen om te werken voor deze koning der koningen. Geef je leven in de handen van de Heer Jezus. En je zult niet beschaamd uitkomen. En dit brengt ons bij het tweede gedeelte. En daar had ik boven gezet, beloning naar genade. Beloning naar genade. De dag eindigt. Het koninkrijk, de deur van het koninkrijk zal gesloten worden. Ook dat moment komt. Het grote oordeel zal komen. En Gods koninkrijk zal ontstaan in al zijn luisteren, al zijn glorie, al zijn heerlijkheid.
En dan zien we een opvallende verandering in de tekst. De Heer zegt tegen de rentmeester: roep de arbeiders, geven het loon te beginnen bij de laatsten tot de eersten. En hierin zien we een opvallende volgorde. Want wij zouden zeggen, nou goed, degene die langst gewerkt hebben, ze hebben het eerste recht op hun geld. Maar deze koning der koningen, hij rekent anders. En dit zegt ons ook iets. Want werk in de wijngaard is nooit vruchteloos. Het werk voor deze koning der koningen is nooit vruchteloos. De gebeden die je opheft, zijn niet vruchteloos, maar het zal doen wat hem behaagt. Ook als wij misschien het niet zien. Het kan zijn dat we de dingen soms niet zien hier op deze aarde. Ik hoorde laatst een voorbeeld. David Wilkerson, hij noemde het in een preek. En onder tranen, hij had een brief gekregen. En die las hij onder tranen voor, van een vrachtwagenchauffeur. En deze vrachtwagenchauffeur, hij was een missionair. Hij was uitgegaan in een land om het evangelie te verkondigen. En hij had daar gearbeid, hij had daar het evangelie verkondigd en had alles op alles gegeven om het evangelie daar te brengen. Echter, wat hij ook deed, het leek wel alsof alles bij zijn handen afbrak. En telkens opnieuw kwam er teleurstelling op teleurstelling. Totdat deze man zover was. Hij pakte zijn spullen, nam het vliegtuig, vloog naar huis en werd weer vrachtwagenchauffeur. En hij schreef deze brief. Hij schreef het in een brief, terwijl hij vrachtwagenchauffeur was. En inmiddels een paar jaar vrachtwagenchauffeur. En hij schreef deze brief naar David Wilkerson. En David Wilkerson las deze brief in tranen. Hij was er zo geëmotioneerd om. Want wat is de bron van hem geweest? Maar jaren later, deze vrachtwagenchauffeur, hij werd stilgezet door het woord van God. Wiens werk is het? Is het jouw werk of is het werk van de Heer? Toen brak deze chauffeur. Ja, heren. Ik ging uit van mijn eigen kracht. Ik ging uit van datgene wat ik zou moeten doen. Ik ging uit van de doelen die ik zou moeten halen. Heren, maar het is uw werk. En hij stopte met zijn werk. En is weer heen gegaan. Is weer verder gegaan met zijn bediening. En hij ging met blijmoedigheid heen. Want hij wist, mijn zaligmaker zendt mij. En hij zal doen met het werk wat hij wil. En het gaat niet om wat ik wil. Het gaat niet om de vrucht die ik zal zien. En dan zien we dat toen zij die omstreeks het 11e uur ingehuurd waren, ontvingen zij een penning. En het is tegen de avond dat er ook een uitbetaling komt. Als we Leviticus 19 lezen, dan het 13e vers, er staat ingeschreven: het arbeidsloon van de dagloner mag niet in de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. En dat gebeurde ook hier. Aan het einde van de dag werd er uitbetaald. En deze werknemers die gewerkt hadden, die slechts 1 uur gewerkt hadden, zij hielden een hand op en ontvingen een dag lang. Ik denk dat ze met ontroering, met vreugde, met dankbaarheid gekeken hebben naar het bedrag. Totaal onverdiende genade. Ze ontvingen het volledige dagloon. En dat was ook wat ze nodig hadden om te kunnen leven. Ze ontvingen het volledige dagloon. En dit spreekt van soevereine genade van Christus. Hij heeft gegeven. Meer dan billijk. Hij zei tegen deze groep: ik zal u geven wat billijk is. En hij gaf wat meer dan billijk, want billijk zou zijn misschien een klein deel. Maar deze Christus, deze landheer, hij geeft meer dan billijk. Hij gaf een volledig dagloon. Als we deze gelijkenis lezen, dan kunnen we dat dagloon vertalen met het eeuwige leven. En zij ontvingen het eeuwige leven, ook voor het korte stukje werk. En dan zien we die eerste groep weer komen. De groep die van 's morgens vroeg af gewerkt had, die de hele dag had gearbeid in zijn wijngaard. En zij hadden ook gezien dat deze laatste groep een penning had ontvangen. En inmiddels, terwijl ze daar stonden, waren ze gaan rekenen.
als zij nu 1 penning gehad hebben, we hebben behoorlijk veel meer uren gemaakt, dus dan zou het ongeveer, nou, misschien wel 5 of misschien wel 10 penningen zijn. Echter, de landman, hij hield zich aan de gemaakte afspraak, aan de overeenkomst. En ook hen gaf hij 1 penning. En dit was tot afgunst en tot jaloezie van deze groep. En boosheid vulde hun hart. Ze morden tegen de Heer des huizes. Ze zeiden, wij hebben de hele dag gearbeid. De zon heeft op onze rug gebrand. Wij hebben het zware werk moeten doen. Wij hebben moeten ploegen misschien wel. Wij hebben het zwaarste werk moeten doen. En zij die het laatste kwamen, hebben slechts 1 uur gearbeid. En we lezen in deze tekst dat ze zeggen, u hebt ons met hen gelijkgesteld met ons. U hebt hen gelijkgesteld met ons. Dus niet alleen in de beloning, maar er heerste een stuk jaloersheid en egoïsme. En hierin zien we dat er gebrek was. Deze groep. Een gevoel en inleving voor deze medearbeiders. Ze konden zich niet inleven met deze medearbeiders. En wat is hierin de les voor ons? Meet je niet af aan anderen. Meet je nooit in het geloofsleven af op iemand anders. Die je misschien wel hoger acht of misschien wel lager acht. Echter, dien van harte in het koninkrijk van God. Dus meet je nooit af aan een ander, maar dien altijd van ganser harte in het koninkrijk van God. Met heel je hart, met heel je ziel, met alles wat je hebt, om hem groot te maken. Want ook iemand die misschien wel zijn hele leven lang de grootste van de zondaren is geweest, en uiteindelijk misschien wel op zijn sterfbed tot geloof komt, en beleid, ik kan niet zonder deze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Ook voor diegene is deze beloning het eeuwige leven. En dan zien we dat deze landheer deze groep aanspreekt. En hij antwoordde en zei tegen hen, vriend, ik doe u toch geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik geef aan hem die het laatste kwam hetzelfde, of ik wil hetzelfde aan hen geven die het laatste kwamen als aan u. En hierin zien we dat deze landman tot het hart spreekt. Deze landheer, hij sprak niet kwaad, hij sprak niet boos, maar hij sprak in hem met deze woorden, vriend. Vol van genade, vol van bewogenheid, zegt deze landman, ik doe u geen onrecht. Ik geef datgene wat we met elkaar afgesproken hadden. En het kan zijn dat deze groep zeg maar eigenlijk 2 dingen in het hart had. 1, het kan zijn dat ze meer wilden ontvangen dan die 1 penning. Of het andere is dat zij eigenlijk wilden dat die tweede groep, dat er een deel van hun loon werd afgehouden. Dat ze het niet gunden. Dat ze niet gunden dat ook zij meedeelden. Gedane beloften waren er niet genoeg. En ze wilden ook niet hebben dat anderen deel kregen in de belofte, in het eeuwige leven. Maar dit is de soevereiniteit van Christus. Ik wil aan hen hetzelfde geven. En God handelt naar genade. God handelt niet naar werken. Christus handelt naar genade. Christus handelt niet naar werken. Hij is vrij om te schenken wat hij wil. En hij is aan niemand van ons verplicht om verantwoording af te leggen, want hij is God. En hij deelt van zijn soevereine genade. Als we aan Matthäus 21 lezen, vers 31, daar staat, voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Ik denk dat deze woorden hun best wel veel gedaan hebben. Dat de hoeren, de tollenaars, de grootste van de zondaren, zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. En het spreekt opnieuw van onverdiende, overvloeiende genade van Christus. Hij schenkt veel meer dan dat wij ooit verdiend zouden hebben. Hij schenkt overvloedig veel meer dan dat wij ooit verdiend zouden hebben.
En dan zien we dat deze landheer een dubbele vraag stelt. Op grond van hun boosheid, om dat boven water te krijgen. En hij stelt deze vraag: is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? En eigenlijk zegt de landheer: gaat het om mij? Doe ik iets fout? Of ligt het in jullie hart? En zijn jullie afgunstig? En we lezen in de Bijbelgedeelte geen antwoord. Maar ik geloof, als we deze gelijkenis lezen, dat we allen het antwoord weten. Dat ook zij het antwoord wisten. Ze wisten het antwoord op deze vraag. Ze waren afgunstig, omdat God goed is. Deze landheer is bovenmate goed. Hij schenkt overvloedig. Hij schenkt met een beker die overvloeit van genade. En wij rekenen altijd. We proberen altijd te bedenken of het past en wij meten altijd alle dingen af. Maar deze landheer, hij schenkt overvloedig van alle genade. Van die dure prijs die hij betaald heeft aan het kruis van Golgotha. En niemand zal zeggen op het moment dat hij in de hemel komt: Heer, u heeft te weinig gegeven nadat wat u beloofd heeft in uw woord. En hij zal doen wat hij beloofd heeft. Hij zal schenken wat hij beloofd heeft. En ik geloof dat als we in de hemel komen, dat we ontdekken zullen dat we veel en veel meer gekregen hebben dan dat wij ooit in ons leven verdiend hebben. Want zo denken aan liter komen stromen van zegen. Nu vallen druppelen reeds neer. Maar hij geeft overvloedig, milde regen. En hij handelt vanuit zijn godheid, zijn barmhartigheid en zijn bewogenheid. En dan beëindigt de Heer Jezus deze gelijkenis met de woorden: zo zullen de eersten de laatsten zijn. En het is eigenlijk een herhaling van het voorgaande, hoofdstuk, het laatste vers. Streef niet om de beste te zijn in het koninkrijk van de hemelen voor eigen gewin. In Lucas 9 lezen we dat de discipelen op een gegeven moment aan het strijden zijn wie eigenlijk de belangrijkste was. Lucas 9 vanaf vers 46. En dan de Heer Jezus, hij ziet dit gebeuren. Hij neemt een klein kind en zet het op zijn schoot. En hij zegt: wie deze ontvangt, die ontvangt mij. Hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal de belangrijkste zijn. En we kunnen geen aardse berekening loslaten op het hemelse koninkrijk. En tegelijkertijd geldt deze geschiedenis, dit verhaal ook voor de discipelen als een waarschuwing. Dat ook zij niet hoogmoedig zouden worden tegenover de mensen die misschien later zouden volgen. Want zij zouden uitgaan om het evangelie te brengen en dat zij zich beter of meer zouden gaan voelen omdat zij als eerste bij tot geloof gekomen zijn en bij de Heer Jezus waren. Maar dat zij zich niet hoogmoedig zouden voelen. En dit geldt ook voor ons. Dat wij ons ook niet verheffen. En dat wij ook de anderen het behoud van in de Heer Jezus gunnen. Gunnen wij ook werkelijk anderen het behoud in de Heer Jezus? Misschien wel ook wel tegenover mensen die ons kwaad gedaan hebben. Mensen die ons misschien financieel onrecht hebben aangedaan. Bidden wij voor hen? Bidden wij en pleiten wij dat ook zij werkelijk tot geloof en tot bekering mogen komen? En nog een laag die ook in dit verhaal zich bevindt, dat is dat het in de eerste instantie gaat om het volk Israël zelf. Daarom lezen we ook van de eerste groep: met hen werd een afspraak gemaakt. Met hen werd een afspraak, een overeenkomst gesloten. En dit staat gelijk ook aan de afspraak die de Heer met Abraham maakt, het volk Israël. Ik zal u tot een God zijn en ik zal u het land geven. De belofte, het land Kanaan. Maar ook wij mogen dit toepassen op ons leven. En dan zien we Gods soevereine roep, want velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Velen zijn geroepen. Hoor je zijn roep?
De dag loopt ten einde. En hij roept jonge mensen. Bijzonder ook jonge mensen. Ik zie hier veel jonge mensen in de gemeente zitten. Prijs de Heere voor hen. En ik hoop ook dat jullie, ook jonge mensen, jonge kinderen, jullie knieën mogen buigen. En mogen zeggen, Heere, gebruikt u mijn leven maar. Ik ben jong. Ik weet misschien nog niet veel van u af. Maar wilt u mijzelf leren vanuit de Bijbel om u te volgen? Ik hoop ook dat de jonge kinderen dat zullen doen. En dat wij als ouders ze daarin zullen stimuleren. Om de knie te buigen. En de Heer zal rijkelijke beloning geven. Misschien denken jullie wel, jongens en meisjes, dat jullie te jong zijn. Nou, jullie kennen vast het verhaal van Samuel. En Samuel was als het ware vanaf zijn geboorte gewijd aan de Heer Jezus. Aan de Heer in zijn tempel. En ook jullie kunnen op jonge leeftijd de knie buigen. Bidden tot de Heer. En weten, Hij hoort je. Om je leven aan Hem te geven. De zon staat inmiddels laag. En Hij roept tot allen. Komt, allen. Ik bied u het eeuwige leven. En ook nu klinkt de roep van het Rijke Evangelie. Bekeer je, want het Koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Geloof in deze Heer Jezus. Vertrouw op deze landman. Nou, hij zal u rijkelijk belonen. Als hij zegt, ga. Ga naar die buurvrouw toe. Ga bidden. Misschien wel ga de zendingen. Doe iets voor het Koninkrijk van de hemel. Omdat er is zoveel werk te doen in zijn wijngaard. Er is zoveel werk te doen, broeders en zusters. Wij allen zouden wel uit kunnen gaan en dan nog lang niet genoeg, hebben nog lang niet genoeg mensen om het werk te doen wat gedaan moet worden. En ieder heeft zijn taak. Misschien is het wel bij wijze van spreken helpen hier in de gemeente. Er kunnen verschillende taken zijn. Ook de taken die mee kunnen helpen in het opbouwen van de gemeente, in het neerzetten, welkom heten. Maar dan ons inzetten. En als het ware met een open hart naar de Heere toe gaan. Heere, wat wilt u wat ik doe? En hij zal het niet beschamen. De dag nadert ten einde. En de landman huurt nog in alsof het nog volop dag is. Maar we weten ook aan de tekenen van de tijden dat de zon laag staat. En dat het misschien wel het vijfde uur is. Het laatste uur. En dat de landman nog één keer uitgaat. Om te zoeken. Om te vragen. Ben jij beschikt? Ben je beschikbaar? Ga naar die markt van vrije genade. En luister naar zijn woord. Geef je leven een volledig vertrouwen in zijn hand. En hij zal het belonen. Hij zal het belonen naar zijn genade. En Paulus, als hij op een gegeven moment worstelt met bepaalde dingen, dan zegt de Heer in zijn woord, mijn genade is u genoeg. Zijn genade is genoeg. Het is niet te weinig, maar het is genoeg. Er is veel werk te doen en er zijn weinig arbeiders. En hij roept over alle leeftijden. Misschien ben je wel oud dat je denkt van, ja, ik heb niet meer de leeftijd om nog iets te kunnen doen voor de Heer. Ik geloof dat het een leugen is. Wij allen hebben een taak te vervullen binnen het Koninkrijk van de Heer. En Hij schenkt genade op genade. Gezegend is Hij of zij. Die zich op welke manier ook beschikbaar stelt. Om te arbeiden. Voor deze koninklijke landman. Amen.